In deze video wil ik het verband laten zien tussen de elektrische kracht, de elektrische energie en de spanning. En we eindigen ook meteen met een toepassing waarbij ik het verband ook ga gebruiken. En die toepassing is uh, wat gebeurt er nu als ik een deeltje ga laten versnellen in een elektrisch veld. En dat elektrisch veld dat ga ik maken door gebruik te maken van twee geladen platen. En we weten dat het elektrisch veld tussen de twee geladen platen mooi eh, homogeen is, zoals we dat noemen. Dus overal even sterk en in dezelfde richting. Als ik nu een lading ergens tussen die twee platen ga aanbrengen, dan zal die lading een kracht gaan voelen. En omdat ik hier gekozen heb voor een positieve lading, zal de elektrische kracht ook naar beneden gericht zijn richting de negatieve plaat. De grootte van die elektrische kracht die hangt van twee dingen af. Die hangt af van de grootte van de lading van mijn deeltje en die hangt af van de sterkte van het elektrisch veld. In formulevorm ziet dat er zo uit. Dit is de uitgangssituatie. Hier gaan we mee uh, verder om te kijken. Kunnen we nu ook iets zeggen over de elektrische energie? Wat gebeurt er nu bijvoorbeeld wanneer ik mijn gel geladen deeltje wil laten bewegen in de richting van de positieve plaats. Als ik dat uh, zou willen doen, dan moet ik natuurlijk arbeid gaan verrichten, want ik moet hem terugduwen in de richting waar het deeltje eigenlijk helemaal niet naartoe wil. En die arbeid die zal gelijk zijn aan de kracht maal de afgelegde weg. In dit geval even groot als de elektrische kracht, maar tegengesteld gericht, uh, maal delta x. Als ik arbeid uitoefen, dan verlies ik energie. En die energie moet natuurlijk ergens blijven. Nou, die energie die wordt omgezet in deze situatie in elektrische energie. Dus het deeltje zal op verschillende plekken tussen die twee platen een verschillende hoeveelheid elektrische energie hebben. Omdat ik de platen nu zo heb getekend en ook heb gewerkt met een positief deeltje, lijkt het hier zelfs een beetje op de zwaarteenergie. Hoe hoger het deeltje zich bevindt in het plaatje hoe meer elektrische energie het deeltje zal hebben. Hoe meer moeite ik namelijk gedaan heb om dat deeltje daar te laten komen. Ik kan uh, de elektrische energie uh, uitdrukken. Die ziet er namelijk als volgt uit: Het verschil in elektrische energie is precies de arbeid die ik heb verricht. En die is dus gelijk aan de elektrische kracht maal de afstand. Waarbij ik er wel bij moet zeggen dat dit alleen geldt wanneer het deeltje zich beweegt. In de richting van de elektrische kracht. Als ik een deeltje hier horizontaal zou bewegen, dan zou me dat helemaal geen arbeid kosten en zal dus ook de elektrische energie niet veranderen. Dan gaan we deze formule even verder, want uh, als ik nou kijk naar de eerste formule die ik net had opgeschreven, F elektrisch is q mal E, dan kan ik die formule natuurlijk invullen in de tweede formule. En wat ik dan krijg is de derde formule. Nu gaan we iets doen wat heel erg lijkt op de elektrische veldsterkte, want de elektrische veldsterkte is uh, namelijk de kracht gedeeld door de lading van een het deeltje. Hetzelfde kunnen we ook doen met de energie. Dus als we gaan kijken naar hoeveel energie er bijkomt of afgaat bij het deeltje, uh, en we delen dat door de lading van een deeltje, dan krijgen we een interessante en ook een bekende nieuwe grootheid. Maar we gaan eerst eens even kijken naar onze formule rechts. Als ik dus links en rechts Deel door Q, dan krijg ik de volgende vergelijking. De elektrische energie per lading heeft ook een nieuwe grootheid gekregen. Een grootheid die we eigenlijk ook al heel lang kennen, want dat is de grootheid spanning, hoofdletter U. Dat ga ik uh, rechtsonder bij die formule ook eens aanpassen. Dus uh, aan de rechterkant van mijn is-teken verdwijnen de twee Q'tjes, die kan ik tegen elkaar wegstrepen. En links van het is-teken, ja, dat wordt U. En dan krijg ik de volgende vergelijking. Dit kan ik vervolgens nog eens combineren met de ene laatste formule. Daar staat namelijk Q mal delta x. Ja, dat is dus gelijk aan U. En ik krijg de volgende formule: Het verschil in elektrische energie is gelijk aan Q mal U. Deze formule staat ook in BINAS. En dit is ook een hele handige formule om te gebruiken in situaties waarbij je deeltjes hebt die zich bevinden in een elektrisch veld. Nou, ik wil nog even gaan kijken naar een voorbeeld daarvan. Stel. Ik heb een deeltje in een elektrisch veld en dat elektrisch veld dat heb ik uh, gecreëerd door mijn twee platen te verbinden met een spanningsbron. Dus ik heb een spanningsverschil tussen de positieve plaat boven en de negatieve plaat beneden. Wanneer ik nu een positief geladen deeltje ergens boven bij de positieve plaat loslaat, dan zal dat deeltje natuurlijk een kracht voelen. Het zal gaan versnellen richting de negatieve plaat en ik kan ook... Uh, de volgende vergelijking opstellen in deze situatie. Want omdat het deeltje naar beneden beweegt in de richting van de elektrische kracht, zal de elektrische energie van het deeltje afnemen. En dan kun je natuurlijk altijd afvragen: Oké, okay, als de elektrische energie afneemt, dan wordt het omgezet in een andere energiesoort. En je zag net al aan de beweging welke energiesoort is, dat is, want het is namelijk de kinetische energie. Dus in deze situatie geldt dat het verschil in de elektrische energie gelijk is aan het verschil in kinetische energie. Stel nu eventjes dat het deeltje boven begon met een snelheid van 0 of ongeveer 0. Dan kun je de eerste vergelijking omschrijven in de tweede vergelijking. En wat ik daar heb gedaan is niets anders dan delta E elektrisch ingevuld, want die was gelijk aan Q mal U en delta E kinetisch ingevuld, waarbij ik begin met een snelheid van 0 en dan mag ik invullen half, maal v in het kwadraat, waarbij die v de snelheid is van het deeltje op het moment dat het deeltje de negatieve plaat raakt. Nou, deze situatie ga je heel vaak tegenkomen bij versnellende deeltjes. Heel vaak wil je dan ook weten hoe groot is dan de snelheid waarmee je deeltje uh, beweegt in de buurt van de negatieve plaat. Nou, dan moet je natuurlijk die v nog eventjes uh, loshalen, links van het is-teken zetten, en als je dat netjes doet, dan krijg je daar deze vergelijking uit. Deze vergelijking staat niet in binas. Maar je gaat het wel heel vaak uh, nodig hebben. En je kunt het dus ook altijd vrij eenvoudig afleiden vanuit de vergelijking delta E elektrisch is delta E kinetisch.